Hi, mijn naam is Kalisha en vandaag sta ik hier op de Holendrechtschool. Hier gaan een aantal mensen in gesprek over opvoeden. Wat gaan ze doen? Ik ben benieuwd. Ga je mee? It takes a village to raise a child, dus we zijn daar allemaal voor verantwoordelijk. Bij deze driedaagse bijeenkomst, Opvoeden is een gesprek, delen ruim 120 opvoeders, kinderen, professionals en politici ideeën en ervaringen over ouderbetrokkenheid. Waar u met uw buurvrouw of buurman over gaat praten is, hoe bent u betrokken bij het grootbrengen van kinderen in Holendrecht? We waren even informatie aan het uitwisselen over school eigenlijk. En hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat de kinderen zich op een goede manier gaan ontwikkelen en hoe kunnen we ouders en school en welzijn en iedereen die daarmee te maken heeft samen krijgen om met één doel de opvoeding voor de kinderen en zorgen dat de kinderen goed terechtkomen. Ik vond filmen leuk, dat zag ik toen al, maar daar werd helemaal niks met dat gegeven gedaan. Ik moest gewoon de lessen, de reguliere lessen volgen zoals iedereen dat deed. Er werd niet echt naar mijn specifieke talent gekeken om dat zeg maar verder te ontplooien. Kinderen willen alles meteen pakken. Ik kan van fotograferen, ik kan fotograferen. Ik kan van dansen, ik kan dansen. Dat je algemene ontwikkeling nodig hebt in je leven, hoe moet je ze dat bijbrengen? Ik heb taal heel erg goed ontwikkeld. Andere dingen gedaan die er ook bij kwamen bijvoorbeeld. Maar we zitten gewoon in een andere tijd. Je zag dat de jongeren hun verhaal deden en eigenlijk de grootmoeders hun verhaal deden en dat dat verschillende perspectieven waren. Die ouders moeten leren om naar de kinderen te luisteren. En het idee is van dit project is dat we met elkaar in gesprek gaan. En tot nu toe merk ik dat heel erg goed werkt. Dat mensen elkaar heel veel te vertellen hebben. En dat je daar dingen uit kan halen waarmee je zegt van nou dat vinden wij belangrijk en daar willen we mee verder. Ik ben er nooit. Hoe komt het? Marvelino zit hier anderhalf jaar op school en ik heb u nooit hier gezien. Als school merken we zelf dat ouders niet zo makkelijk hun huis uitgaan om naar school te gaan voor de informatie. En dat die leerkracht ook schouderklopjes krijgt van je doet het goed, je doet het met haar bestie. Want ze hebben het allemaal nodig in heel Holendrecht en in heel Amsterdam om schouderklopjes te geven aan die leerkrachten. Maar ook om schouderklopjes te geven aan die kinderen zelf. Dat ze weten dat ze worden gewaardeerd. Dat ze weten dat er van ze wordt gehouden. Ik ben altijd naar voetbal geweest, alleen. Dat, ja, papa en mama die hebben wel mijn contributie betaald. Maar heel veel ouders denken dat dat alleen voldoende is. Ik betaal je schoolgeld dus, en ik geef je kleding. Iemand had het ook genoemd. Ik kook voor je en that's it. Maar die emotionele en sociale band, die is er niet. En dat is vaak wat heel veel jongeren nekt en vrouwen is opgroeien. De mama laat me buiten spelen. Dus die zijn benoemd. En wat vinden ze niet leuk, hebben ze ook benoemd. En dat is? Onder andere schreeuwen en de haardcreme in het gezicht zetten ja. En slaan. En slaan, oh ja. Dus twee kinderen zijn aan het vechten, dan gaan ze ook uit elkaar halen ja. En dan zo op aanspreken. Dus dat vind ik ook een manier van opvoeden van andermans kinderen. Ja, ja, ja. Nou ja, andermans kinderen zijn ook onze kinderen. Want mooie voorbeelden wat ik geef. Ik was ook onder de politie gebracht, omdat ik probeerde andere keer te corrigeren en de moeder komt er heel boos van. Holendrecht, ons erf. Je woont op een erf, je woont samen op een erf, je bemoeit met elkaar, je bent verbonden met elkaar en je deelt met elkaar. We doen het samen. Ik heb geen kinderen, maar ik heb wel twee peetkinderen die ik dan ondersteun in dagelijkse taken dan. Om er gewoon voor je te zijn, om aandacht te schenken. Want soms kan het zijn dat ouders heel druk zijn en dat niet echt tijd voor de kinderen hebben. En dan gewoon een beetje praten van wat houdt jou bezig. Andere ouders ontdekken potentie in je kind, zien talenten. Als hij er zelf aanwezig is, kan hij zelf zien hoe zijn kind het doet. Wat wel goed gaat, wat niet goed gaat. En zo volg ik hem ook op zijn emotionele en fysieke ontwikkeling. Merk ik dat er gepest wordt op school. Daar ging je naar Pendjak Silat. Dat is een sportieve training. En ik hou elke keer met hem. En hij vond het fijn. En ik vind het ook fijn. I like this. Dramas, dance, bait, everything is nice.
Communicatie, dat is makkelijk. Communicatie, dat is luisteren. Wat heeft u allemaal geleerd vandaag? Ideeën over betrokkenheid van niet alleen van de ouders, maar ook de organisatie, zelforganisatie in Amsterdam Zuidoost. En dit, en bekijk het maar. Begrijpt u? U heeft besloten. Oh! Directeur, wij de kinderen kunnen dit niet alleen. We hebben jullie als ouders nodig. Het is de bedoeling dat we communiceren, met elkaar praten en elkaar helpen. Want het is belangrijk dat om succes te behalen, dat er belangstelling, ondersteuning en vooral aandacht aan de kind wordt besteed. De school en de ouders of voogdij in dit geval moeten er voor het kind zijn. It takes a village to raise a child. Wat heeft u het meest geraakt vanavond? Doorgaan. Blijf praten met elkaar. Dus de communicatie. Communicatie, samenwerken, samen doen. Dat zijn die dingen van oude betrokkenheid. Maak je wereld groter. Durf met je kinderen mee te gaan. Laat ze daar gaan spelen. Laat ze naar een club gaan. Laat ze niet alleen maar iedere zondag in die kerk zitten van halleluja. Laat ze ook iets anders doen. Weet je, dat. En ga met ze mee. Neem een iPad ook. En kijk wat ze doen op internet. Dat soort oude betrokkenheid. Het was een hele leerzame avond en ook heel erg leuk. Zorg dat ik aan het einde van de avond zelf ook mee ging doen en mijn eigen ideeën ging delen. Ik denk dat heel veel mensen met een nieuw idee over oude betrokkenheid weg kunnen gaan. En dat is denk ik de bedoeling van deze dag. We gaan in ieder geval een pleinfeest organiseren in juni 2016 met alle betrokkenen over het thema opvoeden. En wij gaan een traject doen op 1 of 2 scholen in Holendrecht met ouders. En dat ze met elkaar verder in gesprek komen hoe ze samen met de opvoeding van de kinderen hier in Zuidoost verder gaan.